knieken, ja. Beetje moeilijk gast. Een goed voorbeeld was een keertje dat ik bij Ankie wou blijven slapen. En dat hij zei dat het niet mocht. Nou, toen ben ik gewoon tot 12 uur, tot 12 uur gebleven. Nou, jij bent niet gewoon tot 12 uur. Jawel, ik ben gewoon tot 12 uur gebleven. In ieder geval voor je pa. Oh mijn god, wat een ellende was dat. Ja, zal ik het vertellen? Vertel maar. Ja, Ger, die wou dus blijven slapen. En mijn moeder die vond dat goed. Maar mijn pa die zei, nee, die wil er niks van hebben. Nou, gewoon nog van de oude stempel, weet je wel. Dus, ja, Ger, mannetje van 18, hè. 17. Nou, 17, nog erger. Kun je nagaan. Dat tegen je, hè? Tegen mijn moeder, voor mijn vader, moeder, zo. Ja, ik laat me niet zomaar kisten. Ik laat me niet zomaar kisten. Dan mag je wel van de oude stempel zijn, maar... Ja, maar uiteindelijk was het gewoon helemaal niet leuk. Oude, ook niet voor mij. Ik ga het niet helemaal even vertellen. Nou, voor mij was het eigenlijk ook helemaal niet leuk meer, hoor, toch? Want ik had dus zoiets van... ik stond daar en 12 uur. En meneer gaat een heel veel trommeland, gaat hij die deur uit. Is hij dus... Via de regenpijp naar boven geklommen, staat hij daar in de woonkamer, kleren uitgetrokken, in zijn hakie, komt mijn vader binnen. En toen heeft hij pa me zo in mijn blote reet trottoir opgetrapt. Ja, die kleren waren aangeknald op de boer. En toen ben ik in mijn blote reet, ben ik op mijn brommer gestapt en naar het café gegaan. Ja, hij zit niet aan te praten, dat is helemaal niet. Helemaal niet, je hebt het zelf gezien toch? Ja. Hij deed even, zeg maar, zo, pak zijn bron en fuck you. En toen heb jij gewoon je kleren, wat nou? Toen heb jij gewoon je kleren gepakt, wat? Nou, toen heb jij gewoon je kleren gepakt. Het is af en toe helemaal oneerlijk verdeeld gewoon. Dus nu heb ik met Henk een zaakje opgezet. Reparatieservice en verkoop van brommers. En dan vooral sundaps. Ja, mij maakt niet zoveel uit hoor, als het maar een motortje heeft. Maar Henkie die wou per se sundaps. Ja. Omdat daar meer in te verdienen valt. Hé, hey, die ben je nou weer met die Xander? Xander de Bouvelier? Dat zal Daan wel weten. Nou, Daan die weet alles. Xander de Bouvelier. Pak hem zelf. Nou, ik ben scherp. Dat is jouw Daan, jouw mobiel. Xander de Bouvier. Mijn hondennaam is het. Xander de Bouvier. Dat is een onzin, zeg. Een privé. Hey, schatje. Ah, hoi, schatje. Hallo. Hoi, poepie. Ja, ik zit dus net in het. Ja. Lees maar even in de privé. Dat zeg ik net tegen Gerrit. Ja, dat zeg je zegt heel veel. Oh, even. Ja. Ja, maar ik ga zo steeds naar je. Mag ik even tussendoor? Mag ik even tussendoor? Mag ik even tussendoor? Is te bellen. Ja, je zit altijd te bellen met die dame. Nee. Hé, maar... Moet je niet je nagels doen of zo? Hè?